Hey mensen, Mark hier en welkom bij niet echt verrassend, maar sommige dingen wel. Welkom bij een nieuwe video. Fijn dat jullie er weer zijn. Uh, we doen hetzelfde als we gisteren deden. Als deze video de 500 likes haalt binnen 24 uur, dan hebben wij op de dag erna een nieuwe video en een nieuwe stream. Uh, het is niet altijd een fifa stream, daar kan je zeker rekening mee houden, maar dat maakt het voor mij dat ik niet elke dag op deze game hoef te zitten, blijf ik een stuk gezonder van. Maar uh, fijn dat jullie zijn. Ik wil zeggen, de video van gisteren, ik weet niet waarom die het zo goed deed. In mijn ogen was het niet de meest bijzondere video, maar het feit dat hij gewaardeerd wordt uh, en dat die positieve energie er is, dat, dat is hartstikke welkom. We hebben een nieuwe SBC en ik dacht dat de man die SBC de duurste zou zijn die we nog gingen krijgen. Dat is nu het geval. We hebben nu de 99-pellen SBC. Nou, is dat natuurlijk een 99-pellen is, dat hartstikke cool. Weet je wel, 5-6 skills, 4-star weakfood, hoog normaal, uh, goede trades, finesse shot, altijd handig, flair, leuk om te hebben. Geweldige stats allemaal. Ja de yada yada, maar hij is extreem duur. 292 squads waarvan één e met een uniform of Tots. 291 squads. 92. Uh, sorry. Ja, 291s. 93s, s 89's, 489s, 588s, 2475 nee, nee, het is niet Gezond meer. Kijk, dit is iets anders dan Mandy. Want dit is een soort kaart dat 99 graded altijd. Een van de populairste in de game. De coole factor. De beste in de game. Uniek. Je zal hem nooit packen. Het maakt hem heel populair. En er zijn genoeg mensen op Reddit die gelijk zeiden: Ik ga hem doen. Ik moet hem doen. Maar ik zou graag zeggen: Van joh, alle excess fodder die ik nu heb. Dus fodder die ik overhoud. En dubbel heb en zo. Die dump ik. Maar. Ik heb geen reden voor mijzelf om zo'n 99 PLA te halen. Niet voor die prijs. Ik weet dat die PLA is. En waarschijnlijk... Hij is top 5 kaart in de game waarschijnlijk. Maar ik, ik kan het niet rechtvaardigen. Laat ik het zo zeggen. Het, het is voor mij simpelweg niet te doen. Nou, wat we afgerond hebben is uh, de Bundesliga Club. Je hebt ook nieuwe Nations Objective. Uh, win 4... Uh, het is die One Nation Game Mode in friendlies. Win 4 wedstrijden... Uh, met een Portugees team. Win 4 met Frankrijk. Win 4 met Argentinië. In squad battles, Minimaal professioneel. En 4 met Brazilië. Minimaal professioneel. Uh, dan hebben we ook de Bundesliga Cup. Dus afgerond. Ik ga Casemiro. ik heb, oh, heb gewoon 3 dagen voor hem. Ik dacht dat ik nog een dag en 21 uur had. Maar 3 dagen en 21 uur. Voor 4 wins. Dat, dat lukt wel, denk ik. Dat gaan we wel doen. We hebben de Bundesliga afgerond. Het is echt. Het is zo relaxed dat ze 10 games hebben gedaan nu. Ik heb na de vorige video ook nog Lacroix unlocked. Met overvodder. Uh, en dan heb ik uiteindelijk nog. Ik heb. Ik heb hoe heet dat nou? Ik heb, in totaal heb ik uh, Playa, dus 20 wedstrijden gebruikt. Gisteren 10. En voor de set van voor mij vandaag 10. Uh, ik had maar 5 wins nodig. Dus ik kon mijn eerste 5 en vandaag gaf ik er 5 weg. Uh, niet, zoiets niet dat hoeft. En je hoeft ze zeker niet weg te geven, je winst. Maar ik had zoiets van: ik zie op Reddit wel eens mensen die gewoon echt. ja, bagger teams hebben. Uh, en dan toch die cup proberen te doen. En ik wil niet per se tegen bagger Maar ik had zoiets van, hé, hey, als ik iemand zijn dag iets beter maak... door zo'n win weg te geven, dan is dat het misschien wel waard. Weet je wel? Weet je, je doet zo'n goede daad gewoon omdat je hem wil doen. Niet omdat het uitmaakt of wat dan ook. Uh, dat is niet het laatste wat we claimen, though. Anders had ik uiteraard wel gelijk gewoon die zooi geclaimd. Uh, we hebben ook nog de 86 plus player pick weer. En wat betreft de, de 85 plus, want er was wat discussie over van... krijgen we een repeatable, wel of niet, ja, ja, ja... Op dit moment is het nu zo dat vandaag op maandag, bij de 85 plus 15, hij refreshed over 24 uur. Dus dinsdag 7 uur, zoals je waarschijnlijk zult zien als je in de menu zit, wanneer je dit kijkt. Ik weet niet wanneer je dit doet, maar hopelijk doe je het. Um, waar staat hij erbij? Hier, over 21 uur, dus inderdaad, 7 uur die tijd dan, komt hij weer terug. En heel veel mensen, zo op mijn Discord, als Twitter, Reddit, waar dan ook, discussiëren over wanneer krijgen we hem onbeperkt repeatable. En ik zeg je eerlijk, minimaal een week nog niet, want we hebben vrijdag begint het dat je die uh, Summer Swaps 2 tokens kan inleveren. Er is nul kans dat we die repeatable krijgen voor die swap tokens. Want waarom zou je anders voor volle packs gaan met Swaps als je deze al repeatable hebt? Het gaat simpelweg niet gebeuren voor die tijd. Althans, het kan. Zeg nooit nooit. Maar er zou nul logica achter zitten als we een onbeperkt repeatable krijgen voor die tijd. En gezien vorig jaar zou het me helemaal niet verbazen als we hem pas over twee weken krijgen. Want dat was vorig jaar ook zo. Mensen weten het misschien niet meer of willen het zich niet herinneren... Maar we hadden het niet zo snel als dat sommige mensen nu denken. Nou, we hebben wel genoeg, gelukkig. We hebben um, dus ja, één van de drie shapeshifters die hopelijk goed is. Cordoba is iets meer dan goed. Dat is een perfecte kaart voor wat ik in mijn vorige video zei. Ik heb eigenlijk een seria-respect nodig. Nou, hoppakee, daar is hij en hij is perfect. Hij is geweldig. Tweede uh, is een 94 Robertson is uitstekende vodder. Uh, is niet handig voor een cup op dit moment, maar misschien krijgen we nog iets leuks. Dan kunnen we dat doen. Uh, niet heel spannend. we nemen wel Gravenberg en dan ruilen we hem zo in bij een SPC. dan een van de vier 94 plus Atal Greelis. ja, nou, to be fair Atal is een leuke wissel. Daar ben ik zeker niet ontevreden mee. ik weet niet of we nog iets krijgen van een. Uh, misschien is de volgende de Lee Dunker. Wacht, is een andere Gravenberg tradable? nee. dan uh, doen we even een SPC. nou dit is inderdaad 89 met 51 chemistry dan. Uh, het kan mooier, het kan efficiënter absoluut. maar dit is dan de eerste squad van die uh, Funties keer 10. Het is waarschijnlijk niet waard, maar dit is dan de categorie dat je als YouTuber nogal zegt van... Nou, weet je wat? Doen we hem inderdaad wel. Wat heb ik te verliezen? Uh, we hebben zometeen nog twee van die 10 keer 85 plus. We hebben een 5 keer 85 plus, dus... Qua spelers komen we er wel. De vraag is vooral, krijgen we echt lijpe dingen? Hopelijk wel. Team of the season wie? Eh... Uh, heb ik, denk ik? Weet ik niet zeker. Ja, heb ik. Uh, oh, leuk. Joemberg. Zijn captainskaart wel, maar... Nou, nee, eigenlijk helemaal niet leuk en helemaal niet nodig in mijn leven. Uh, prima. Uh, even kijken. Dan dus hamschik, taremi. En Sinistra. Alright, 89 Squad is af. Wederom niet op moeders mooiste manier. Maar goed, het telt wel mee. Hebben we die twee alvast gedaan? Uh, het, het is een dure grap, zo'n SBC. Het kost een paar 100 K. Maar ja, op die manier kan je hem dan wel een beetje doen. En kan je tegen jezelf zeggen: hé, hey, het was misschien toch wel waard. Het antwoord is waarschijnlijk alsnog niet. Maar je doet het gewoon voor de lol. En sommige mensen krijgen de lijpste dingen eruit. En sommige mensen niet. En ik ben waarschijnlijk een van die tweede goede mensen die het niet krijgt. Maar ik ga de gok wel wagen. Team of the Season: Kimich. Nee, uh, oh gadver, dat is die MLS guy, die 94. Dat is niet super. Uh, nee, de, deze is echt niet heel goed. Uh, Romarinho en Zaha. Oké, okay, uh, daar kunnen we mee werken. Dus dan gooi ik waarschijnlijk ook Felipe en Alba erin. En dan moeten we verder even kijken. Ik heb echt weinig goals. Like, oprecht indrukwekkend weinig. Dus we gaan die twee erin gooien. En dan, uh, dan gaan we ook gewoon die 95. Wat het ook is, 14 keer 10 doen. Alright, dan is dit de 88 squad. Wederom niet moedersmooiste. Uh, maar een paar van de nieuwe kaarten die we net hebben gepackt. En dan de twee kaarten, of een paar kaarten die we dubbel hadden. En dan kunnen we daarmee gewoon door. Prime Mix krijgen we dan. Dan kunnen we zo meteen, denk ik, al wel nog de laatste squad doen: 85 keer 5, maar voordat we dat doen, dus Romarino en Saha. En aangezien de laatste squad een 87 is, denk ik dat we hem wel kunnen doen zometeen dan. Dus we doen de 85 plus keer 5. Dan gaan wij zien. Team of the Season. Oh, uh, uh, Wilson. Was een goede kaart toen. Nu, not so much. Dit is. Dit is wel heel erg. En weer Romarinho. Oké. Okay. Romarinho er dus weer in. En dan uh, de, de rest vullen we even aan. En dan hebben we die ook weer gedaan. Oké, okay, laatste squad is ook af. Vraag me wederom niet waarom. Maar dat ik het heb gedaan, is vooral het ding. Nu premium mixed Players pack. En daarmee dus ook. futiset Set 3 keer 10. Ehm... Um, ik hoop dat ik hier geen spijt van krijg. Het ding is, het maakt niet uit. Want het is augustus, ik lever alles in wat ik wil. Uh, en daarvoor hoef je, nou ja, daardoor kan je dus zeggen: ah, boeit allemaal toch geen reet meer. Maar je wil natuurlijk wel constant. Net als de dingen die je online ziet. Uh, het is niet fear of missing out, dat is het niet. Maar het is wel gewoon hopen dat je mee, uh, mee kan qua geluk met de rest. Dus we gaan het zien. Futty's Badge 3x10 is een team met de season. Zo, so, Mitrovic. Nee, Vlaovic. Uh, 96, leuk. Uh, hopelijk er acht... S simpelweg niet goed. <laughs> dit is echt een veredelde 85 plus keer 10. Het feit dat ik een 83 in vorm krijg... Dat, dat is, Het is niet best. Eigenlijk, het is oprecht niet best. Eh uh, Klaus en Sinisterra. We kunnen nog één SPC doen met hen erin, voor het idee. Nou ja, welke dan is de vraag? De... Boeddhink campaign back player pick hoef ik ook niet te doen, want die heb ik al gedaan. Uh, en verder... Live dingen zijn er ook niet echt. Fit Hero en shape, shape Captain 86, 88. 94 Shapeshifter shape Player Pick 86, 88. Um, ik bedoel, ze maken het niet makkelijk voor je. Dat is één ding dat zeker is. Dus weet je wat? Op Mandy en Perlena. Laat ik het aan jullie. Wat is een SPC-speler die jullie graag nog in een team zouden zien? Want ik zeg je heel eerlijk. Mijn team nu is fucking gestoord. Laten we het zo zeggen. Ik bedoel, als ik nu nog kijk, dus voor Serie A... Dan hebben we dus zo... Ik hoef dus niet beeld te gebruiken. Dat is dus nu optioneel. Um, ik kan dus zo doen. Dan Kylini erin. En dan Cordoba. Maar het ding is, Cordoba... Hij, hij, is, hij kan beter verdedigen. En hij heeft waarschijnlijk... heeft die betere passing. Hij heeft... Nee, hij is... Weet je wat? <laughs> ik draai dit om. Ik ga niet... Cordoba gebruiken. Want hij is op face value niet beter dan Valverde. Hij heeft iets beter. Hij heeft verdedigen. Betere verdedigen. Drie. En één meer physical. That's it. En uh, ja, sorry. Maar ik, ik weet niet wat ik dan met Cordoba moet. Het is een lijpe kaart en ik weet dat je hem op centerback kan zetten. Maar dat is voor mij niet nodig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik kijk uit naar de comments. En dan zie ik jullie morgen weer. Joe